deze bijeenkomst voor toezichthouders in het publieke domein. Is voor ons belangrijk omdat ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Calamiteiten binnen de zorg vinden er altijd wel plaats. Als je het hebt over bijvoorbeeld fraudezaken of wat dan ook. Dat soort crisissen heb ik gelukkig binnen het wereld nog niet meegemaakt. Het gebeurt nooit, dat kan niet. En ook en daarom is zo'n thema van cybersecurity ook ontzettend belangrijk om een crisis te voorkomen. Om te kijken van wat kun je nu met elkaar doen en op welke aspecten moet je gewoon letten om te voorkomen dat het inderdaad een crisis wordt. Dus dat is nog meer een reden om hier dan wel naartoe te gaan. Crisismanagement, een onderwerp is wat redelijk onderbelicht is, in ieder geval een zorginstelling waar ik werk. Alles is wel geregeld en als het goed gaat, het goed. Maar als er echt een crisis optreedt, zeg maar, dan moet je echt volgens mij wel aan de bak, zeg maar. Ja, wat ik vooral bij dit soort bijeenkomsten leuk vind, is dat je ook echt gewoon met andere toezichthouders in gesprek gaat. Of doe het goed, of doe het niet. Ik heb wel begrepen dat Deloitte zich wel ook wil gaan verbreden. Dus ook een beetje richting de kwaliteit van zorg naar een kader wil gaan ontwikkelen, zeg maar, op basis van de systemen die ze al hebben. Nou, op zich denk ik dat het heel goed is, want ze komen natuurlijk bij heel veel organisaties naar binnen. En als je dan ook een beetje weet wat achter die cijfers zit, de cijfers kan interpreteren, een beetje het kan doorvragen op de risico's die een organisatie heeft, maar ook de zorgkwaliteit die geleverd wordt. En vanuit de financiën ook weer het gesprek daarover kan voeren. Ja, wat is het dan mooi, je hebt zoveel contact met zoveel organisaties om dat wel bij elkaar te zetten, daar een rol in te vervullen, zeg maar.